Hallo mensen van mijn kanaal, we gaan vandaag verder met een nieuwe Tomb Raider. Ja, ik dacht dat ik de vorige keer wel verder kon gaan, alleen toen bleek het van, joh, je moet deze missie wel echt stealth gaan doen, dus ja, sorry. Of ik heb het totaal verkeerd, dan is het echt gewoon mijn fout geweest, dan excuus. Shit. Spread the word. The natives set snares in the clearing. They must have planned for us to... Oh shit! Ja. Die man is hartstikke kapot. Hé, hey. Oh, ja, die hangt ook dood, ja. Volgens mij hebben we dan het groot gedeelte kapot gemaakt. Even kijken, oh. Oh, wat is dit? We maken iets kapot en we krijgen spullen. Oké, hier kunnen we dus ook niks mee. Best cool dat je zo'n sneaky emote kan doen. Ik zit eigenlijk nu nog... Oh, daar is er weer een. Waar gaat die heen? Oké, ze zitten daar. Hey, we zijn eindelijk op het platform gekomen van een paar afleveringen terug. This was a coordinated thing. They're trying to spread us out. Tell crew fuck this up. These aren't peasants. Hoe kan ik nou naar beneden komen? Verdorie! Ik heel het stuk zitten kruipen voor niks. Oh. Oh, nee, eraf. Kijk, interactie, dat wou ik doen. Okay. Sweep and clear. Let's move. Hold in this position. Okay. Oh. Okay, that was helemaal niet de planning, maar. Oh, daar zit nog iemand. Holy shit, man, ik ben nog nooit zo goed geworden met headshot. Dit is mijn game, jongens. Hebben we nou niet. Oh, daar zit nog iemand. Ja, die is te veel weg. Ja. Oh, hier beneden zit nog iemand, volgens mij. Ja. Even kijken. Oh, daar zit hij dus. Oh, dat kan ook. Het is geen headshot, maar hij is dood. Oh, ja, nee, we gaan wel weer via het... Kunnen we echt niet via een ander stuk touw? Nee, verdomme. Nou, we shocken wel even naar de andere kant, mensen. Waarschijnlijk wordt er wel nu en dan ingeknipt. Maar dat zien we dan wel weer, hè? Hey. We houden de hoop hoog. Ja, het zijn niet alleen de natives die het hebben boobytrapped, man. Oh shit, zeg. Maak even nog harder geluid. Hé, hey, kunnen we de lamp niet uitzetten? Oh, oh, hier was iets. Oh. Nou, dat maakt echt het verschil, zeg. Oh, echt? Was dit het? Kijk, hier was iets. Kijk. We're gearing up. Bla 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 bla. Niemand boeit het. Kijk, waar lagen al die dode mensen? Daar. Nou, we kunnen hem niet looten. Oké. Okay. Nou, we gaan eens op zoek naar de laatste man. Want hier is nog één iemand voordat we verder kunnen. Die was hier sneaky wiki aan het doen. Oh, daar zit hij, daar in de verte. Oeh, oeh, oeh.
Oh, die is dood. Nou, daar alleen zijn vriend Bob. Bob zit op de berg. Even kijken. Oh, oh, die was zo... dat lijkt me zo pijnlijk om dood te gaan. Die man is gewoon in zijn nek geschoten. Ja, ja. Zo. Shh. Waar is zijn dan die... Hoe kan ik trouwens zien wat mijn missie is? Nou, volgens mij hebben wij gewoon groot hier dat al iedereen vermoord hoor, maar... Hé, hey, konijn. Nee, dat is een vogel. Geen moeite te doen. Ja, ik denk dat een groot gedeelte iedereen dood is. Even kijken, ligt hier nog iets? Nee, is ook al dood. Is dood. Nou, dan kunnen we lekker op ons gemakje doorlopen. Yay! Hé, hey, druk op E om. Ah, fucking boom. Wie geeft daar nou iets om? Oké, okay, dit gaat lekker. Oh, 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 hé, hey, ho! Kijk, hier was iets. Het is een secret chest. Crown. Van de prins. Van de princes of Kiev. How did it come to be all the way out here? Someone was wearing it when they were killed. Hoe moet ik weten hoe die kroon hier is gekomen? Het enige voordeel is wel dat ik nu iets van Mogols af weet. Of hoe moeten we het eigenlijk precies gaan noemen? Mogolisch? Nee. Oh hé, hey, hier is de tunnel. Maak de flare maar aan. Ze valt helemaal niet op. Ze uit een grot komen. Oké, okay, ja, het valt inderdaad niet op. Omdat hier niks te doen is. Loopt dit dood? Oh, wat is dit? Wat is dit? Edelstenen! Hartstikke idee. Ik ben dus wel oprecht gewoon een beetje de weg kwijt. Oh, daar. Vertorie. Ik zit weer verkeerd. Mijn hele deze aflevering is dat ik verkeerd zit. En overal nergens heen aan het shocken ben. Sorry voor de mensen die echt alleen puur de story willen zien. Het spijt me dat ik zo'n groot gefaal heb gedaan. Ben. Oh, munitie. Oh shit, ik heb nog echt kapot. Veel dingen. Ja. Oh, hey, kunnen we hier dan omhoog? Ja, dit ziet er wel uit dat we op kunnen. Ho! Oh. Wat gaan wij doen? Zo. Ja. Perfect. Oh, hier was die beer toen. Kijk, ik deed hem zo. Op de T. Oh. Damn. It's still there. Verslaande beer. Hoe dan? Ik weet niet hoor, maar... beer? Kan ik ook gewoon in de boom gaan zitten? Nee? Cool, hoe moet ik een beer gaan verslaan met een pijl en boog? Kan iemand mij dit... Oké, okay, ja, we kunnen dekking zoeken, leuk. Hoe de fuck moeten wij een beer gaan verslaan? Kom op, moeten we dan... Yo, beer. Niet boos zijn, hè? Waar zit die beer? Oh, daar. Oh shit, oh shit, oh fuck, dat is een beer. Beren zijn duidelijk niet vriendelijk. Oh, oh shit, oh god, ribgijs. Oh, oh. Oh, maar hoe moet ik dit overleven terug? Oh mijn god, dit is gewoon rib, dit is over. Oh god, dit haat ik altijd. Oh. Kun je ook doodgaan, beer? Oh. Oh, oh nee. Oh, oh je bent... Oh nee. Oh, oh je bent niet dood. Oh, oh, beer, beer!
100 die beer. Hij is dood! Hoeveel pijlen hebben we al in die beer gestopt, zeg? Jezus. Fuck you, beer! Fuck you! Beer uit. Ja, die wil ik natuurlijk looten. Ik ben toch geen idioot om nu die beer hier te laten. Van, yo, dit is mijn ding. Oh, yes. Fuck you, beer! We stab you in the butt. Oh, jezus. Het is niet echt hoe ik had gedacht om een beer te veilen met zo'n ijspiece ding. Yeah, beer. You're dead. You're my bitch now. Hij heeft geen één pijl in zich, hè, deze man. Weg. Ja, hoe vol. Ja, maar ik... het is zo vervelend, want ik heb geen... Ik heb niet van die pijlen. Ik ben ergens die mushrooms kwijtgeraakt. God weet waar die heen zijn gegaan. En nou is het... Oh, hé. Hey. Hebben we nou zo meteen wel echt correct gewoon de juiste... Ja, serieus. We hoeven nu nog maar één mushroom te vinden. En die vinden we waarschijnlijk hier. Ja. Vol. Hoezo zit die vol? Hoe moet ik dan dat ding verwisselen? Zoveel vragen, zo weinig antwoord. Oh, wat is dit? Oh, dat was kapot. Ja, dat is nu kapot, zeg maar. Niet dat was, dat is nu. Oh, weer een kist. Oh man, wat hebben wij geluk, zeg. Oh, hier weer een kist. Weer een kist. Oh, jezus. Oh, hier zit volgens mij big loot in. Oh, yeah. Show me the money. Onderdeel van semi-automatisch pistool. Oké, okay, cool. Automatische pistolen zijn altijd wel de moeite waard. Nou, we gaan even dit... Ja, wat er nog van over is, dingetje spiezen. Hier hebben we weer een artefact. In het grensgebied van de bla 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 bla. Niemand boeit het. Alleen echt coole dingen, dat boeit ons. Wij gaan voor die gouden dingetjes waar je niks aan hebt, maar even direct wel iets. Ja, voor de rest niks bijzonders. Even kijken. Oh, we moeten door de muur. Waarom hadden we gewoon niet de beer door de muur in kunnen laten botsen? Van, oh, ik ben een beer, boe! En dan knalt hij door de muur heen en dan klaar. Oh, wow. Oh, ik dacht oprecht dat hier iets zou zitten. Wow, volg het Mongoolse pad. Oké, dit kreeg. Dit zijn allemaal van die grappen die te makkelijk gemaakt kunnen worden. Oké, Oké, dit is jammer. Dit is heel jammer. Oh. Ik denk we kunnen gewoon... Ja, nee, damn it indeed. Hey. Dat kunnen we doen en daar kunnen we heen. Ah, maar dit ziet er niet uit alsof het op de map zit. Dus hier gaan we als eerste heen. Wij zijn rebels, mensen. Oh, hey, oh, oh, hey, oh, 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 pak hem. Wow, we kunnen Russisch beter. Ja, ik snap nog steeds niks van Russisch, maar... Oh. Dat zien we door de vingers heen. Niemand die dit heeft gezien. Dit was gewoon allemaal... Oké, dit is oké. Ja, nee, dit hadden we al zien aankomen. Oh nee, auw, het doet zo zeer. Auw, auw, oeh. Oké, gaan we zo. Dan konden we hier omhoog gaan. Oké, dan kunnen we als het goed is. Ja, dit gaat wel, hè? Kijk dan. Oh, dit is echt gewoon vragen dat het fout gaat, hè? Wat hebben we hier dan? Of komen we hier net vandaan? Oh, hier komen we oprecht dus net vandaan. Fijn, we zijn dus terug de rug... Terug de richting ingelopen. Nee, terug de richting ingelopen. Kun je nog iets kapot maken? Nee, het wordt alleen maar in... Shit, that's gonna be cold. Ja, op zich. Oh, maar daar hebben we een kistje, dus wat maakt het uit dat het daar koud is? Kijk, we hebben gewoon weer iets gevonden. Arrowhead carved from bone. Oké. Oh. Mongol craftsmanship. Ja, hebben we dan punten in Mongol? Nee, Mongols. Het voelt zo raar om te zeggen. Hoe moeten we dit... Hoe kunnen we dit netjes gaan zeggen, mensen? Laat dat achter in de reactie. Hou recht de muisknop vast om te duiken. Oh. Zit hier iets op de bodem? Ja, daar zit iets.
Oké, okay, oké, okay. Oh, zo doen we duiken dus. Kijk, en dan zo. Eyo! Moesten we hier zijn? Nee, waarschijnlijk niet. Maar we hebben wel weer een kist gevonden. Een paisa. Een soort paspoort. Een soort paspoort. Whoever held this spoke with the authority of the Mongol Empire. Hoezo? Oh, cool, we zijn level 1. Nice, dat doet me goed. We kunnen nu niveau 1 dingen vertalen. Nou, hebben we ook niks aan. Nou, dan gaan we weer maar het water in. Dan drukken we op rechte ding. En dan gaan we weer naar boven toe. Tika moeten we denk ik op. Dan doen we shift. Dit gaat nog best wel. Dit is toch nog te doen. Oh, oh, we hebben een kaart. Yes, dit is altijd handig. Want hiermee kunnen we dingen maken. Kijk, dan kunnen we nu munitie doen. En dan... Vol, 2 van de 2. Hoe kunnen we dan een andere pijl doen? Oké. Okay. Nou, mensen. Weet je wat ik denk ga doen? Ik ga uitzoeken hoe je dit moet doen. Oh, we kunnen nog even kijken. Pijlen terugwinnen. Dat was iets wat we wouden doen. Want dan konden we pijlen terugkrijgen die we schoten naar mensen. Niet dat we genoeg pijlen hebben, maar het idee, zeg maar. Dus mensen, ik bedank je voor het kijken. Volgende keer gaan we verder met Tomb Raider, Lara Croft. Ik weet niet hoe we het moeten doen, maar we gaan iets doen. Iets hartstikke leuks, denk ik. Oh, we kunnen hier weer iets upgraden. Wat leuk. Nee, willen we dat? Ja, oké. Okay. Omdat het kan. Niet omdat het moet, maar omdat het kan. Dus mensen, ik bedank je voor het kijken. Ik zie jullie later.